sailing home. We're going to be free. Wie kent dit nummer niet? De grootste hit van Piet Veerman uit 1987. De voormalige leadzanger van de Cats werd afgelopen week 80. Dit weekend opende hij als eregast het nieuwe toeristenseizoen in het Volendammer Museum. De muziek staat boven alles. Voor mij wel. Ik had twee dingen. Ik kreeg een schildersdoos van mijn vader. En mijn moeder natuurlijk, met z'n tweeën. En een jaar later kreeg ik een tweedehands akoestisch gitaar. Nou, en met die twee dingen, die elementen, heb ik iets gedaan in mijn leven. De Cats bestonden 21 jaar en haalden talloze hits. Piet Veerman is nu blij en dankbaar dat hij zijn 80ste verjaardag heeft mogen vieren. Ik vind het prachtig. 80, dat vind ik prachtig. Ja. Dat ik van mijn werk mijn brood heb mogen verdienen. Van een hobby eigenlijk, toch? Van een hobby. Want muziek blijft voor mij altijd een hobby. Zingt u nog regelmatig of niet? Nee, helemaal niet regelmatig. Ik ben na die operatie, ja. toen ben ik alle jaren dus op gaan tellen. Ja. Ik denk, zo kan niet wel ongeveer, hoor. Dat is mooi geweest. Als je een jaartje 50 op de bühne hebt gestaan, dan kan ik wel weer. Waar bent u het meest trots op? Dat weet ik niet. De Cats en Piet Veerman gaan de geschiedenis in als de grondleggers van een palingsound. Die palingsound die is gekomen doordat Joost de Draaier, die zat aan die paling te eten. Weer, want wij hadden dat altijd mee als PR. Overal waar Jan de Buizen naartoe ging, nam hij paling mee. En toen zat hij aan die paling te eten. En dat droop zo van zijn bek af. Van Joop zijn bek af. Joost de Draaier. En toen zegt hij zo onder het deken door aan die paling. Een palingsound. Want hij hoorde weer een nieuwe hit voorbij komen van de Cats toen. Destijds. Zo is het gegaan. Zo is het gegaan. En dat is voor eeuwig. Huh? En die palingsound is voor eeuwig. Nou, voor eeuwig. Eeuwig is lang, hoor. Eeuwig is lang.